Hallo en welkom bij Veerle's Creatieve Hoekje. Vandaag gaan we de vintage tour op. We gaan op een heel eenvoudige manier oude tegeltjes nabootsen. En natuurlijk gaan we alles zelf maken. Ook ons achtergrondpapier. Veel kijkplezier! Hier is dus het kaartje dat we samen gaan maken vandaag. Ik zal het wat dichter houden. En hier zie je de tegeltjes. Het effect van de oude tegels en het achtergrondpapier heeft ook een oud effect. We gaan eraan beginnen. Het eerste wat we gaan doen is een stukje oxidekarton van 6,5 cm op 10,4 cm kleur geven met distressoxide. En ik ga hiervoor de grootste brush gebruiken van Nelly's Choice en distressoxide antiek linnen. We gaan het volledige paneeltje kleur geven met de oxide inkt, de antiek linnen. En vergeet niet om tijdig een tissuepapiertje te leggen om je werk te beschermen voor je vingers, want oxide inkt is heel reactief ook op huidvet. Als ons paneeltje klaar is, gaan we erop stempelen. En ik gebruik hiervoor de Hero Arts Hello Sunshine Daisies. Stempelen gaan we doen met Archival Jet Black. En je kan ofwel de kleine uit een setje gebruiken of de grote inktpad. Stempelen ga ik met de stempelhulp van Nelly's Choice doen. En we gaan op ons kaartje 2 madeliefjes stempelen uit de set van Hero Arts. Als we klaar zijn met stempelen, leggen we dit kaartje even opzij om te drogen. Voor onze volgende stap gebruiken we dun karton, maximum 200 grams, wit karton ook. En ook dit stuk gaan we kleur geven met de distressoxide, de antiek linnen. Wat we ook gaan gebruiken is de scriptstempel van Marianna Design uit de Texture Stamps Script Set. Dan zitten er twee in. En we gaan Archival Sepia gebruiken. En ook nu weer kun je ofwel de grote inktdoos gebruiken, oftewel uit het setje van daarnet. Maar eerst gaan we dus die hele kaart kleur geven met de oxide antiek linnen. We nemen onze stempelmat erbij en we gaan onze script op ons kaartje stempelen met de sepia kleur van Archival. Ik wil nog even vermelden dat als jullie zo'n dun karton kleur geven met de brushes en de oxide inkt, dat je veel voorzichtiger te werk moet gaan dan met het zwaardere karton, zodanig dat je er geen plooien gaat in als je te veel kracht zet om te blenden.
moet je toch een beetje voorzichtig zijn met zo'n dun karton van maar 200 gram. Ik heb daar straks ook een reststrookje wat kleur gegeven en ik heb daar een tekstje op geschreven. Ik heb dezelfde kleur gebruikt om te stempelen en dezelfde achtergrondkleur. En ik heb er een tekstje op staan, How are you? Dus dat kun je ook al klaarleggen voor straks op een restje. Dan zijn we aanbeland aan de volgende stap en die is om ons achtergrondpapier te gaan verkreukelen. Wees wel voorzichtig, want ook al is het maar 200 grams, je moet toch voorzichtig zijn dat je niet gaat scheuren. Dus breng er zoveel mogelijk voorzichtig kreukels in en terug open doen. Nu gaan we onze kreukels wat extra kleur geven. We gaan dat met een brede dauber doen, zodat we echt bovenop de kreukels gaan werken. En van kleur gaan we gebruiken de oxide Ground Espresso. Dat is een donkere bruine Ground Espresso. En we gaan dat heel voorzichtig doen, zodanig dat we alleen bovenop de kreukels die inkt gaan aanbrengen. Dus we nemen wat kleur en heel zachtjes aan, bovenop de kreukels gaan we de kleur aanbrengen. Met een kleinere brush van Nelly, de nummer 3, de 005 brush 3, gaan we van diezelfde kleur oxide tussen onze kreukels ook nog een beetje aanbrengen. En we doen dat met een kleinere borstel, terug zo'n blending brush, omdat we dan heel zachtjes en fijn kunnen tussen de kreukels gaan werken, zodanig dat de donkere kleur niet te overheersend is. Dat het een goed evenwicht kan zijn. En ook op ons strookje met ons tekstje gaan we met de overschot dat nog op onze borstel hangt een beetje kleur aanbrengen. We gaan ons gekreukeld paneel opkleven op een chocoladekleurige paneel van 11 op 14 centimeter. En om ons gekreukeld paneel op te kleven gebruik ik de Craft Emotions Easy Connect op rol. Zeker voor zo'n gekreukeld paneel werkt dat wel gemakkelijk om dat dan op een goede manier op te kleven.
Onze volgende stap is dat we op ons kaartje rillijnen gaan aanbrengen. En ik gebruik daarvoor de snijplank van Tonic Studios, maar dan wel met het rildoeltje erin. En je kan voorbij je snijlijn zijn ook centimeterverdelingen. Dus vanaf daar begin ik te kijken. En ik zet mijn eerste rillijn op 1,3 centimeter. Op 1,3 centimeter. En ik ga een goede, duidelijke rillijn zetten. Dan schuif ik op naar 2,6 centimeter. En ik zet opnieuw een goede, diepe rillijn. En zo ga ik verder werken. Elke 1,3 centimeter ga ik een rillijn zetten. Maar op een gegeven moment kun je langs de kant voorbij de snijlijn niet verder. Dus dan moet je naar links opschuiven en moet je van daar verder werken. En als je het kaartje in de lengte hebt gerild, dan ga je het omdraaien en ga je ook in de andere richting rillijnen zetten. Als we daarmee klaar zijn, dan gaan we met diezelfde borstel van daarstraks en terug met het Ground Espresso wat donkere kleur aanbrengen op ons kaartje. En we gaan dat heel zachtjes doen, zodanig dat we zoveel mogelijk bovenop de kaart blijven en niet in de gerilde lijnen die dat we hebben aangebracht. En zo gaan we een heel duidelijk tegelpatroon zichtbaar krijgen. En door de kleuren die we gebruikt hebben, gaat het er ook oud uitzien. Ons tegelpaneeltje gaan we nu kleven op een stukje chocolade linnenkarton van 7 cm op 10,9. Het strookje met de tekst op, dat gaan we ook kleven op een basis van chocolade linnen karton. En het speelt geen rol welk tekstje dat je gebruikt hebt. Je past gewoon de lengte van het bruine karton aan de lengte van je tekststrookje aan. Dus je kleeft je tekststrookje op een chocoladebruine ondergrond. En dan ga je dat afsnijden, zodanig dat je ook een klein randje van het donkerbruin rondom rond hebt. Dit strookje gaan we nu aan de zijkant van ons tegelpaneeltje opkleven. Dus ik breng een beetje met de lijmroller wat lijm aan en ik positioneer mijn strookje aan de zijkant van mijn tegelpaneeltje. En ik laat de bovenkant gelijk komen met een rillijn. Gewoon omdat het een esthetisch en mooi zicht heeft. En ik kleef de achterzijde dan iets meer vast met een klein stukje plakband. Rond ons achtergrondpaneeltje ga ik een stukje lint doen. En ik ga dat gewoon aan de achterzijde, ik ga dat niet opkleven op de kaart. Ik ga dat gewoon aan de achterzijde met een stukje plakband vastkleven. Even afmeten dat het op de goede plaats ligt, dat we ons oplegpaneeltje gaat komen. En dan kleef ik één zijde met een stukje plakband kleef ik vast. En dan ga ik het terug omdraaien
om even te kijken dat het lintje mooi recht zit. En dan ga ik aan de achterzijde dat andere eindje ook vastkleven met een stukje plakband. En dan gaan we dat geheel opkleven op een witte basiskaart. En dan is het tijd om ons tegelpaneeltje te gaan opkleven. En dat doen we met foamtape van 1 à 1,5 millimeter dikte. En dan gaan we van onszelfde lint nog een stukje afknippen. En dat gaan we aan de rechterzijde, boven ons tekstje, gaan we dat er tussen schuiven. Dat is de reden waarom dat ik mijn lint alleen maar aan de achterzijde heb vastgekleefd. En dan gaan we dat knopen. En op die manier maak je eigenlijk een valse strik. Dus je hebt de illusie van een strikje, zonder al het gefrutsel om een echt strikje te moeten maken. En de uiteindes die knippen we schuin af. Dan kan het niet uitrafelen en dat geeft ook een mooier zicht. En dan kunnen we ons strikje nog een beetje wat bijwerken. Voilà. En dan is ons kaartje helemaal klaar. Ik hoop dat jullie dit weer een leuke video vonden. Vergeet niet om de video te liken en te delen, want dan krijg ik een betere rating van YouTube en dan ben ik veel beter zichtbaar. Alvast bedankt voor het kijken en ik zie jullie heel graag terug, heel snel voor een nieuwe video.